een aantal delen in de wijken van Neerbosch-Oost en Tolhuis wordt geëxperimenteerd met vuurwerkvrije zones tijdens Oud en Nieuw. Samen met de wethouders heeft Bruls afgelopen dinsdag de tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening hierop aangepast. Volgens Bruls zijn deze wijken aangewezen op basis van slechte ervaringen gedurende voorgaande jaren. Wat het voorstel inhoudt is dat er voor het eerst in Nijmegen met Oud opnieuw zones aan kunnen wezen worden waar mensen geen vuurwerk mogen afsteken. Normaal mag je tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts op 31 december mag je vuurwerk afsteken in Nederland, ook in Nijmegen. Maar we hebben nu twee plaatsen voor ogen waar we op grond van de wat slechtere ervaring van de afgelopen jaren zeggen. Het zou ook helpen naast andere maatregelen als daar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dat gaat over een deeltje in Neerbosch-Oost en dat gaat over een deel in Tolhuis. Met name in Tolhuis hebben we een paar keer meegemaakt tot daar in scholen en publieke gebouwen vuurwerk naar binnen is gegooid, brandjes ook zijn ontstaan. Dat is gelukkig nooit zodanig uit de hand gegaan dat we heel erg veel schade en menselijk leed hebben mogen ervaren. Maar ja, ik wil niet wachten op de dag dat dat gebeurt. Er is sowieso al extra aandacht. Dus er zal niet nog meer extra politie bij komen, simpelweg omdat die ook niet beschikbaar is. Die moet ook in de rest van de stad en de regio ook kunnen optreden. Nu kun je dat vaak alleen maar doen dat echt iets gebeurt en dan moet je ze ook nog op heterdaad betrappen, dat ze bijvoorbeeld een ander te lijf gaan. Nu is het puur het simpele hebben, het afsteken van vuurwerk al voldoende om ze iemand te pakken en hopelijk helpt dat extra om daar de openbare orde te handhaven. Ik ga er niet vanuit dat het zich snel zal verplaatsen, want dan zou je al op 30 plaatsen zo'n zone moeten doen wat je sommige steden ziet en dat vind ik een beetje overdreven. Kijk, dit zijn twee hele specifieke locaties waar ook mensen uit die buurt bezig zijn geweest. Dat geldt voor de ervaring die we hebben op straat in Neerbosch-Oost en dat geldt ook voor de overlast die we ten aanzien van een aantal gebouwen en Tolhuis hebben ervaren. Dat doe je daar, dat ga je niet op een andere plek doen, dus ik denk dat die kans niet zo groot is. Die pilot is geslaagd als het vuurwerkverbod in zo'n zone ertoe leidt dat er minder overlast is, dus geen schade aan gebouwen, geen schade aan mensen en dier. Dat is voor mij de maatstaf om naar te kijken. Er zijn misschien ook wel andere gebieden die in aanmerking komen. Dat ligt wat mij betreft helemaal open. De burgemeester maakt zich geen zorgen over de mogelijkheid dat met het instellen van deze zones de problemen verhuizen naar andere gebieden in Nijmegen. Volgens Bruls is die kans gering.